De Gestichtstraat in Zwijnaarden met superflitspaal Sammeke op bezoek. Vandaag wordt hier opvallend traag gereden. Bijna iedereen houdt zich aan de opgelegde snelheid van 30 km per uur. De mobiele flitspaal staat hier ondertussen al meer dan een week en heeft zijn effect niet gemist. Ja, je merkt wel dat de auto's nu toch wel door beginnen te hebben en een stuk rustiger rijden. Ja. Vorige week zijn hier meer dan 600 voertuigen geflitst en dus besloot de Gentse lokale politie om de flitspaal nog wat langer te laten staan in de Gestichtstraat. Het hoge aantal boetes verwondert de bewoners hier niet en ze vrezen ook voor de korte impact van de flitspaal. Schiet er niet van, moet er niet van verschieten. Ik zie dat hier dagelijks. Dat is, als de deur opstrekt, dan reizen we bij like gekken. Ja, dat is ook met die navier. Ze komen van 120, komen ze van naar 4 afgereden en dan komen ze hier de straat in gereden. Dus, ja. Ja, volgende week gaat het weer hetzelfde zijn als altijd, denk ik. Ik verwacht daar niet heel veel van. Als de weg is, is het weer van hetzelfde. Dan komen ze weer met snelheid de percelen. Ik denk van, dat is bekast niet mogelijk dat ze zo snel kunnen rijden in de straat. Dus, ja. 50, 70 ook wel soms. Er zijn er echt die echt keihard voorbij knalden omdat ze snel de R4 op willen en dit eigenlijk zien als een oprit, maar het is natuurlijk gewoon een residentiële straat. Maar ja, zijn er ook kinderen die naar school komen. En als je dan aan 100 en 120 door de straat rijdt, maar zo snel gaat het ook zo. Ik denk, 120 dat bestaat niet, maar zo snel gaat het hier. Tijdens op het eind van de straat zijn, dat is echt, ze kijken naar niks. Als de trend van het hoge aantal boetes zich ook deze week doorzet, zal de politie maatregelen nemen.